November 2013 en de tijd is 10 minuten over 9 's morgens. Wat u nu leest, dat zal ik zo versturen naar de Mondriaan waar mijn zoontje zit. Mijn zoontje is een jongetje van 12 jaar die door de heren psychologen en ook damespsychologen van Orbips uit Sittard is verklaard tot autist. Deze jongen heeft een darmprobleem en dat is wel eens op school misgegaan. En dan worden kinderen bespot en dat je je dan in jezelf keert is een hele normale reactie. Mijn zoontje mag geen contact met mij hebben, dat wil zijn moeder niet. En de laatste keer dat ik hem zag, heb ik hem een flesje malt gegeven, dat is alcoholvrij. Wat kinderen Bacardi Breezer drinken, heeft de Mondriaan geen probleem mee. Cider met kerst ook niet. Chocoladesigaretten die aanzetten tot roken, ook niet. Grand Theft Auto spelen, zeer gewelddadig spel met een hele grote invloed, vooral in 3D op jonge kinderen, hebben ze ook geen probleem mee. Maar met dat malt, alcoholvrij nogmaals, wat eigenlijk vloeibaar bruin brood is, daar hebben ze een groot probleem mee. Zelfs zijn het wietgebruikers, want er werken veel oud-hippies en neo-hippies.